die van vorige week. We gingen terug en de maatregelen zijn strenger geworden. Ja. Dus eigenlijk is het een deel 2 van verleden week. Voilà. Dus we zien wat er veranderd is. En we zijn special guests. Een van de nieuwigheden is dat je dus een mondkapje in het hele park moet dragen tegenwoordig. Verleden week was het nog alleen maar in de attracties en sommige wachtrijen, maar nu moet je dus de hele dag een mondkapje aan. Ja, dat is een beeld van. Ja. Hey, co-producer Johannes hier. Vervolg van de vlog van verleden jaar. Ja, maar toen was ik een beetje aan het en nu niet. Jawel, je ziet dat hem eindelijk eens naar de coiffeur is geweest. Ja, ja, mensen. Maar het is weer goed weer, dus we gaan de boomstammetjes weer doen als eerste. De eerste attractie staat klaar. Ja, ja mensen, en we zijn hoor dicht. Ze nog dicht. Nu is hij weer geopend met een grappige verrassing erin. Dus we gaan hem eens doen. Oké, mensen, El Paso is wel open en je ziet dat er voor extra decoratie is gezorgd. Sommige poppetjes hebben mondkapjes gekregen. Het is zo speciaal om te zien dat in die 40 jaar dat die attractie hier staat, er nog niks veranderd is. Ja, zie, de vingers elkaar likken, dus... Hier heb je gespeekt. Kristal. We hebben allemaal oud bier, hè. Zie zelfs die vogel.
Haha, op wc. En de laatste zijn er alweer allemaal. Allee, we kunnen allemaal een mondkapje aan. Die mogen meer dan de rest van de vijf. Wat staat hier? Come again, real soon. Geef me zelfs El Paso weer. Daar hebben we scores. Weer bij Indiana River. Yes. En ja, hoe kunnen we die overslaan? Onmogelijk. Ja, die gaan we treffen. Is het eigenlijk meer een vlog dan corona video? Dus eigenlijk, ik maak nu dus wel gebruik van mijn GoPro Hammer Shirt. Dus tijd voor Indiana River. De heer is ook nog altijd, door al die jaren, altijd heel goed onderhouden. Het blijft een fantastische attractie. Dus we gaan eens zien hoe nat Jonas wordt. We hopen heel nat. Die dagen is niet hoor. Verschrikkelijk Indiana River. Blijft toch zo nat, maar wel heel prachtig. Zeg, ik moet even naar een achtbaan om op te drogen. Okidoki, want ik moet even opdrogen, want godverdomme, het is nog. Ik heb het al lang zo erg niet meer gehad in Indiana River. Ja, hij zit achter mij. Ik moest alles maar opvangen. Want de gebieden die we hebben bezet. Indiana River, ik zal hem altijd doen, ook in de winter, maar het is geen goed plan eigenlijk. Maar als hij op is, kan ik hem gewoon niet laten. Dan, ja. Waarom is hij Mama stinkt. Oh shit. Is het? Thank you.
attracties is het gewoon hetzelfde gebleven. Enkele op Paso is terug open, maar Kinderland, VR en Forbidden Caves is nog altijd dicht. Spijtig voor Jonas, hè, dat Kinderland dicht is. Amai. Dus ja, dan staat daar de volgende attractie weer. Misschien kunnen we volgende keer een karken aanslaan. De vernieuwde Dreamcatcher. Alweer. Het blijft een unieke baan, heel leuk. En feit, het is de oudste hangendagbaan ter wereld. Oh. Allee, het is niet eerst gebouwd, maar alle hangendagbanen die eerder gebouwd waren dan die zijn ondertussen allemaal gesloopt en die staat er nog altijd. Dat is een mooi ding. En ja, voor mij moeten ze het niet verwijderen, maar ja, voor mij mocht die wel wat heftiger. Er zitten ook schouderbeugels in, wat eigenlijk heel onnodig is. Maar ja, het was toch wel leuk, de Dreamcatcher. Vroeger Air Race geiten natuurlijk, was denk ik toch veel mooier. Allee, leuker met die vliegjes, maar dan gaan we toch maar door naar de volgende attractie. De rail is nog altijd geteamd naar Lands of Legend. Zo ziet hij er wel wat beter uit dan vroeger, want vroeger was hij rood met wit, zo heel standaard kleuren. Nu is hem wel wat geteamd. Dus, trouwens een Schwarzkopf monorail. En hij staat hier nog altijd. Andere pretparken, zoals bijvoorbeeld Fantasieland. De Fantasieland Jet was ook een Schwarzkopf monorail. Maar Bobby Holland heeft ondertussen wel al attracties van Schwarzkopf verwijderd. Allemaal eigenlijk, behalve monorail staat er nog. Maar voor de rest, Looping Star, want die dingen zijn wel weg. Kinderland bijvoorbeeld. Tja. Dat blijven ze ook nog wel. Savannah, ik zie wel wat dingen loshangen wel. Daar is daar ook nog wel, maar tijd voor de volgende attractie. Na jaren gaan we toch nog eens een keer de rupsbaan pakken. Aztec Express. Zeg het niet omdat hij mijn kapkraan heeft, maar Jonas heeft gegubbeld. Nee, dat is niet waar. Ja, ik heb net iets moeten maken. We gaan Horst Pedalo nog eens doen. En nogmaals, ik weet niet waar die takel voor is. Het is een rare bouw. Maar ingang is hier. Pak mijn rugzak hier niet. Ja,
nu worden we getakeld, dus ja, dat moet er niet. Ja, kijk mensen, er is ook een oude attractie denk ik. Dit vinden we wel eens vaker zo'n monorail, maar met zo'n takel heb ik nog nooit in meegemaakt. Je moet toch trappen, dus eigenlijk, je wordt opgetakeld en dan ga je zo heel stilletjes naar beneden al trappen. Dus je kunt ook gewoon een track maken. Oké, we gaan gas geven. Nee, jongen, dat is geen vitesse, jongen. Ja, dan moet ik veel daar trappen. Oké. Dan vertrapt je te veel. Ah, doe maar, hè. Mijn voeten zijn te dik. Dat moet er ongeluk mee gebeuren, hè. Ook al die gebouwen hier, sinds de jaren 80 is dat gebouwd en het is nooit vernieuwd. Maar als je hoort pedalen, mensen. In de vorige video heb ik het ook al laten zien, al die scènes hier. En ja, als ze dat hier willen houden, mogen ze wel eens vervangen. Ja, wel, we gaan sowieso. Want dat is hier gebouwd en er is nooit vernieuwingen geweest. Eindelijk, Jonas is thuis. Op bij Aanland, ja. Wat ga jij doen, Chicotje? Ik sta voor u hiervan. Ga ik ook weer een kop erin steken? Welkom in het Far West gebied. En als je daar kijkt, die ingang van Desperado City vroeger staat er gewoon nog altijd. Dit was vroeger een attractie die 8 jaar geleden is verwijderd, maar de ingang is nog altijd aanwezig. Ik denk niet dat dit gebouw wordt gebruikt. Die ingang die ligt er. Dat is dus de attractie die vroeger in het park stond. Maar het gebouw wordt zo te zien voor niks gebruikt. De ingang is gewoon nog aanwezig. Dus ik vind het wel raar dat ze het slopen voor niks eigenlijk. De beste achtbaan van het park, mensen. Speedy Bob. Let's go. Op naar de volgende waterattractie. De El Rio. De vislijn bij. Ja, mensen, je weet dat hier vroeger een reusrad stond. Die de buiten naar boven heisen en daarna ging ik met glijbaan naar beneden. Dat ging zo twee jaar lang, maar toen was het kapot. Dat je zo in die pekjes hebt geduwd, zo die fietsjes. En daar zie je wat Halloween decoratie. Dat je daarin zit. Kijk, als je kunt zien, mensen. Ja, de revolutie. Daar was Halloween decoratie en al. Backstage. En bang.
Een afvermabaan dus. Kijk, hier was de glijbaan dan en ging je met de boot naar beneden. Maar de glijbaan en de glijbaan was kapot gegaan na 2 jaar. En dat heeft er al die tijd gestaan. En het is gewoon nooit meer gebruikt geweest. En nu is het toch. En nu is het toch weggedaan, wel zonde, want nu is de draaikolk het enigste wat nog overschiet. Het is een afvermabaan. Die kennen we ook van River Quest en Genji River, maar die zijn veel extremer. Alleen die zijn veel beter gelukt dan deze. Allee, toen de glijbaan er nog was, zal die veel leuker geweest zijn, maar over de draaikolk hoorde mij niet klagen. Hij is leuk. Ik ga erop. En zullen we er van schrap zitten? Dus maar gelukkig is die draaikolk er nog. Nee. Ja mensen, het zag er heftiger uit dan dat was. Nee. Ja, nog een paar druppels. Je had in de nek gezien. Met de koos eraan. Ja. Ik heb al de kwaad gezeten en al de kwesten. Ja, en dan varen we uit. Welcome back in the Avenger Valley. Kijk, hier hebben we een afgesloten gedeelte, dat staat er ook nog altijd. Ja, als je zot zou, kunnen we wel eens overklimmen. Ja, de rit stelt niks voor, maar het blijft wel indrukwekkend om te zien. King Kong, maar terug het bananenbos in voor Banana Battle en de Revolution uiteraard. Welkom in Bananenbos. Revolution. Nog steeds een van de beste achtbanen hier in België. En met Bones on the Beach erbij. Ja, is hij weer compleet. Welkom in de invalide wachtrij van Revolution. Half Forbidden Caves, want dat is, zoals je ziet, dit is de wachtrij van Forbidden Caves. Maar die attractie is dus wel nog dicht. Dat is wel begrijpelijk. Tijd voor Banana Battle. En ik hoop dat het extreem gaat worden, want daar leef ik voor. Hey, kijk, er staan ergens de honden die mogen.
Die honden mogen hierin. Logische beurt, man. Nee, ik wil niet meer. Hè. Ja, dan gaan we met twee. Hè. Jij een lul. Oké. The revenge. Forbidden Cave is nog altijd dicht natuurlijk. Acteurs met mondkapjes niet echt te zicht. En we gaan de Avenger Valley verlaten met de Naga Bay. De best met de schinnen van achter, hè. Dus let's go. Hier gaan we voor. Terug in Lens of Legend en we gaan Fury alright filmen. Jonas, nee, wacht het niet. Je moet allemaal tegelijk drukken, heb ik gezien. Ik ben echt al een drukker, hè. Wat? Kunnen we niet gewoon eens kijken naar daar? Het is niet klik, 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 maar alle drie tegelijk. Ah, ik dacht al een andere film gedraaid, dan was ik echt eraf gegaan. Weet je, ik ben bang. Kijk, ik voel niks. Wow. Jawel! Mijn mondkap gaat vliegen. Het is nu al, hè? Ook al is het nog maar. Aan bekken. Het valt mee, het valt mee. Ik hoor niks. Nee. Ja. Sledgehammers, terwijl aarde is de volgende. Ik heb het niet aan de hand. Ik heb het niet aan de hand.
laatste weer. Wind. Jonas, krijg je grootste angst weer terug. Nee, niet proberen. De tyfoon. Naar waar? Is naar daar. Strenger geworden. Verleden week zei ik nog, op dit moment is al wat langer geleden, zei ik nog dat het goed geregeld was, maar nu begint het toch wel een beetje te ver gegaan. De hele dag, mondkapje, een beetje veel. Dat is er nieuw gekomen, hè. Verleden week was het nog in attracties en in sommige wachtrijen, maar dat waren er niet allemaal. Ja, verder de attracties, Typhoon, als ze daar nog iets aan willen vernieuwen, stel ik voor, heupbeugels. Want die schouderbeugels die doen echt veel te veel zeer. Maar verder, ja, ik ben nog altijd fan van Bobby Holland. Ik zal er ook altijd fan van blijven. Dus dat was dit de video weer. Like en abonneer. Ja. En ja. Later. Ciao. Je zweet van het mond. En wat zeg je dat je nooit deed? Kippenvel.